Zondagochtend bleek dat veel mensen toch ook nog even met eigen ogen wilden zien hoe groot de schade is. Aan de woonboerderij aan de Westerstraat in Oudorp die zaterdagavond door brand werd getroffen. Uiteindelijk werd die zaterdagavond besloten het dak gecontroleerd uit te laten branden, waardoor in ieder geval de bovenste twee verdiepingen verloren gingen. Zondagochtend was er weer politie aanwezig om het gebied rond de boerderij af te zetten en te bewaken. Het pand is bouwkundig nog niet gecontroleerd, dus we weten niet hoe veilig het pand is om te betreden. Vanochtend zijn bewoners zelf even binnen geweest om wat spullen te halen. Nou, dat was niet de bedoeling. De bewoners hebben ook verzocht om weg te gaan. Op dit moment wordt het even beter afgezet. Morgenochtend zal het pand bouwkundig gekeurd worden. Tot die tijd zal er ook beveiliging bij komen en dan kunnen we verder kijken hoe de staat is van het pand. Want het gaat om de metalen constructie, heb ik begrepen. Nou, we hebben gisteren geconstateerd dat er een metalen constructie in het dak zit. Die is door de brand erg heet geworden. En op dat moment dus niet in te schatten hoe stevig die nog is. Die is voor ons nu nog niet betrouwbaar. Nu zijn de mannen gisteren naast de hele avond en een gedeelte van de nacht bezig geweest. Maar het is nog niet helemaal uit. We hebben net geconstateerd dat er nog een heel klein beetje rookontwikkeling is op de tweede verdieping. Dus de brandweer is opnieuw gebeld. Die gaat even kijken of nog wat nageblust moet worden. Maar niets ernstig op dit moment nog. En ik begrijp ook dat de burgemeester gesproken heeft met de bewoners. Ja, burgemeester Bruinoog is vanochtend bij beide bewoners langs geweest om in ieder geval ze even een hart onder de riem te steken en eens even te kijken hoe het met ze gaat. Enorm veel impact kan iedereen begrijpen, dus we hebben ook gezegd dat we zullen kijken wat we als gemeente kunnen doen om ze nu hiermee verder te helpen. Nee, het is lekker ja. Het gaat wel via de grond.